De acties bij het staatsziekenfonds SZF zijn tot nader orde opgeschort, bevestigt bondsvoorzitter Rodney Oldenstam. Nadat er afgelopen maandag 15 augustus een straatactie is gevoerd door het SZF-personeel, heeft de directie de bemiddelingsraad voor geheel Suriname ingeschakeld. Afgelopen maandag zouden partijen weer voor de bemiddelingsraad moeten verschijnen. Echter kwam de vakorganisatie niet opdagen. De bond en de directie van SZF kunnen geen overeenstemming bereiken over de CAO-onderhandelingen. Oldenstam, die moeilijk op vragen van de redactie wilde ingaan, kon niet specifiek aangeven wat de bond nastreeft. Hij geeft aan niet met de media te willen praten over de CAO-onderhandelingen, omdat hij dat onethisch vindt. Ook wil hij niet aangeven welke richting de bond opgaat.